De afgelopen tijd vonden er meerdere incidenten plaats in Wijchen. Volgens de politie staan de 3 dodelijke incidenten en de recente gijzeling op zichzelf en is er geen verband. Woningen zijn doorzocht en de politie is een onderzoek gestart. Maar ja, je zal er maar wonen. In een week tijd zijn er 3 dodelijke incidenten geweest in Wijchen. Vorige week overleed in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juni een 46-jarige verwarde man na ingrijpen van de politie. Zondagmiddag 2 juni overleed bij een steekpartij aan de Kraaienberg een 59-jarige man. En afgelopen weekend heeft de politie 3 mannen opgepakt die een man vasthielden in een woning aan de Hoogmeer. Dit is het 4e incident in een week tijd in Wijchen. Verschillende Wijchense inwoners vertelden hoe veilig of onveilig zij zich voelen door de recente gebeurtenissen. Ik heb geen last van incidenten gehad. Ja, ik ben hier opgegroeid en er gebeurt zoveel, weet je. Er kan ook ergens anders iets gebeuren. Ik voel me gewoon veilig. Nou, best veilig eigenlijk in Wijchen. Ik bedoel, ja, het is niet echt een plek waar ik me heel onveilig voel. Ik voel me nog steeds veilig, want ik woon daarboven. Dus bij mij komen ze niet gewoon naar binnen toe. Burgemeester Renske Helmer Engelbert liet namens gemeente Wijchen in een schriftelijke reactie het volgende weten. Ondanks dat de incidenten los van elkaar staan, is het wel veel voor Wijchen. Ik begrijp dat bewoners vragen hebben en zich zorgen maken. Daarom is de wijkagent vanuit de politie gistermiddag samen met de wijkbeheerder van Tades en een BOA van de gemeente langs de deuren gegaan in de straat waar afgelopen weekend de incidenten hebben plaatsgevonden. Ze krijgen daarbij ook een brief van mij, zodat ze contact op kunnen nemen als ze met mij willen praten over hun ervaringen. De wijkagenten en BOA's zullen de komende weken ook extra aanwezig zijn in de wijk. Buurtbewoners kunnen met hen het gesprek aangaan en bij hen altijd verdachte situaties melden. Dit kan uiteraard ook anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Vanuit het project Hart van Zuid werken we natuurlijk in de volle breedte aan het toekomstbestendig maken van de wijk. Ik ben blij dat de gemeenteraad hier kort geleden nog een belangrijk besluit over heeft genomen, zodat we nu echt concreet verder kunnen met deze plannen.